kontje, ja? Mikado, ik. Ik ga naar mijn kontje. Oh, hij is best wel leuk. Toch gaan met z'n drieën gewoon naar huisje kijken van burgers. Ja, spannend. Ja, oké, die kan ik ook. Maak gewoon. Doei. Hallo. Nou, kom binnen. Ik weet niet of mijn collega het al had gezegd. Er zijn nog twee andere. Nee, klanten. Dat heeft hij niet gezegd, nee. Oh, dat is wel apart dat ik. Ik dacht dat ik alleen een bezichtiging had. Nee. Dit extra setje kopers is door ons getipt en gebriefd. Om de prijs en vooral het Celia door het lekkende dak heen te jagen. Oké, okay, zoals jullie zien is het huis wel. Ik kan het zeggen, de huidige eigenaar is er nu niet bij. Maar het is wel een beetje achterstallig met onderhoud. Hé, hey, loop maar even mee. Dan zal ik het even laten zien. Ja, de lichtval is natuurlijk ook prachtig, hè? Ja, gewoon het plekje is gewoon. Dit is een bezichtiging. Ja, maar je kan het echt een beetje. Nou, dit is where the magic happens. Ah, where the magic happens. Master bedroom, ja, pas op voor het al. Ja, sorry. Ik vind dit echt helemaal, dit is wat we zoeken. Al die, schat? Al die balken, ja, ik vind het geweldig. Ik wil het wel hebben eigenlijk. Ja, ik vind het echt. Nou, ik moet hebben. Dat wordt gezellig, want volgens mij vinden wij dit ook helemaal fantastisch. Je moet gewoon rustig even kijken en dan ga je ernaar. Ja, maar ze vindt het mooi. Maar ik wil het hebben. Althans, wij willen het al hebben. Dus voor ons hoeft het verder. Dit huis heeft gewoon potentie. Ja, dit is wat we zoeken. Jullie hebben wel. Ja, maar ik vind het ook zo. Nee, maar het is goed. Ja, maar het komt. Maar dit is wel. Wij kijken maar even naar huis. Precies, ik denk dat je gewoon. Even kijken en niet laten praten. Oké, makelaar weg. Juist, want wie heeft er nog een makelaar nodig als je twee van dit soort vriendinnen hebt? Die zien toch ook wel dat dit een droomhuis is. Je moet hier heel veel aan doen. Ja, maar naar de cijfers. Nee, maar even los van dat. Je moet ook kijken naar hoe jij bent, wat jij moet doen, wat je moet investeren. Ik voel echt dat het goed is. Ik weet niet, Ed, je weet het niet, ik voel het. Ik voel het. En potentie. En ook voor later. Maar je weet hoe ik ben met mijn gevoel, hè? Ik kan. Maar, ik zie potentie, weet maar je wel. 87. Oké, okay, maar luister. Weg, ja. Maar 87 is toch niet zoveel? Nou, sorry, dan moet ik even denken aan 700.000. Ja. Ja, maar ik zie gewoon. Kijk, daarom wil ik. Ik ben even de duivel, hè? Ik zeg niet dat jij moet doen wat ik zeg. Ik zeg maar daarom wil ik je meenemen. Ik ruik dat het goed is. Ja. Jij moet op je maat en zeggen: ik maak gewoon afspraak met jou en we gaan het erover hebben. Ja, maar het moet nu, anders ben ik het kwijt. Anders ben ik het kwijt. Zij gaan het nu gewoon. Ik voel dat zij het nu gewoon gaan doen. Oké, als ik wat tekort kom dan. Ik bedoel. Als ik wat tekort kom, weet je, jij hebt nu zoveel mooie optredens, zoveel snappers. Ik kan toch wat van je lenen, ik moet van jou lenen. Ik heb nog wat zelf nog op de... Shh, laat me. Je hebt altijd gezegd, als ik je nodig heb... Ed, je hebt altijd gezegd, als ik je nodig heb... Als ik je nodig heb, heb je altijd gezegd. We are in corona situation. Ik heb hier nu niet een tonnetje voor je te leggen. Ik heb heel veel voor je te leggen. Geen tonnetje. Maar je hebt wel gezegd... Je moet even goed nadenken. Even rustig in je hoofd. Je gevoel is één ding. Kijk, ik heb wel wat, maar stel, ik heb meer nodig, dan kan ik toch altijd hier... Dames, lukt het allemaal boven? Oké. Okay. Ja? Okay. Nou, Ed, met een beetje mazzel is er iets van dat goede advies tot haar doorgedrongen. Ja, ik bedoel, ik zie het gewoon. Oké, okay. Dan moeten we even overleggen. Andere partij die heeft ook interesse. Die makelaar moet gewoon zeggen, kijk er even lekker rond. Ik spreek. Ik ga hem zo direct wel apart, want dit is niet alleen die mensen zeggen, wij willen het hebben. Dan kan ze dan daar niks aan tegen zeggen. Ja, dan zegt zij ook, ik wil het hebben. Ik hoop natuurlijk dat het aaien, maar... Ik heb me al gezegd dat ik je kan helpen. Oh. Wat zitten we daar boven nog? In visualiseren. Visualiseer dan nog maar even een paar nullen. Want het spel is begonnen en ons koppel gaat meteen all in. Jij kan het toch helemaal niet betalen, joh? Zo. Zeg maar, als jij. Wow. Wat? Wauw. Hoe doe je dat dan? Moet dat zo onbeleefd?
Dat hoeft toch niet zo. Netjes gewoon de waarheid, of niet? Nee, dat is helemaal niet de waarheid. Je weet helemaal niks van haar. Ja, het is nu toch corona en alles? Dat is niet correct. Dat, je kan niet iemand die je niet kent zeggen je kan het niet betalen met je genre. Dat is toch niet netjes? Maar, nee, maar het is gaat dat respectvol? Om... Ja, maar het maakt niet uit of je overbiedt. En we kunnen hier een discussie over hebben. Nee, het gaat om wij gaan het kopen. Dat is niet de manier. Dat hoeft niet. Je kent niemand in deze kamer. Dan vind ik het niet heel erg correct hoe je zo praat. Ik ken haar en ze is hoe ken je haar? Ik heb haar een keer gezien, een zangeresje of zo. Zangeresje? Oh, ja, met een wow. Wie ben jij? Wat doe jij? Het gaat niet om wie wat doet. Ik vind het echt heel zielig. In maar Joost, is dat wat ik zei? Het hoeft niet. Zullen we gaan bieden? Zullen we dat gaan doen? Laten we gaan bieden, dan zijn we hier ook allemaal klaar mee. Ja, wij zijn er met 800. Ik bied 820. Bied ik 840. Wij gaan nu gewoon weg en wordt gewoon netjes gewoon contact met haar opnemen. Dan ga je gewoon bij haar thuis of waar dan even bij haar zitten. Dit is niet de bedoeling van de mensen, ik begrijp het niet. Ik kom zo meteen bij jullie. Ik ga even met deze partij praten. En kom ik zo meteen bij jullie terug. Ik begin eerst even met jullie. Zo iemand kan ik gewoon echt beuken. Want als jij hier alleen zo had gestaan... De vraag is, zie je mij hier wonen? Nee. Uitzicht. Als je mij mee moet vragen... Ik zeg niet dat je moet doen. Het uitzicht, Ed. Het locatie, Ed. De ruimte, Ed. Burgert is door het dolle heen. Maar Ed kan met een beetje hulp niet aanzien hoe zij valt voor deze onmogelijke droom. Luister. Maar dan ga ik uit weg. Zo mooi! Het uitzicht, meiden! Meiden! Jezus Christus! Gewoon een dubbel. Ja, ik ben er zo ingevallen. Had je ooit gedacht dat je hierin zou trappen? Nee. Oh, wat erg. Nou jongens, ik kan concluderen. Het is gelukt op werk. Jazeker, Lilo. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.